Don't walk away from me. Don't walk away from me. Kijk, we hebben voor de meisjes weer theebiscuit. We hebben weer 4 pakken kaas. Ik weet wat erin zit. Ja, huppata, daar blijven. Dat is dit dingetje. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag alweer woensdag, de 20ste van de 9e, en dat allemaal nog in 2023. En we leven om 14:22. De meisjes zijn alweer uitgelaten door niemand anders dan onze Sky. Goedemorgen. Nee, goedemiddag. Oh, goedemiddag. Wow. Ja. Ja, dus, ja, jullie zien het, ik ben nog steeds ziek, lamlendig en onderweg. Was lekker hè, dat rondje lopen. Ja, was dat lekker meisje. Hè? Ja. Lekker. Ze mag graag haar eigen haartjes nou trekken, ja. Waarom? Losse plukken, maar als ik ga kammen, dan komt er wel wat uit, maar niet veel. Dus ja, ik weet niet, maar in ieder geval, het is een plukster. Ja, ze plukt. Ja. Als ze nou bloemen plukte, vind ik het wat anders. Maar ze plukte zelf. Maar dat moet maar niet. Maar ja, in ieder geval, lieve vrienden. Skaartje gaat straks ook voor mij even boodschappen doen. En even naar Bruna toe. Gisterochtend was er al eentje hier aan de deur. Maar we hebben geen bel gehoord. De meisjes hebben niet aangeslagen, niks. Om een pakketje te brengen. Dat legt nou dus bij Bruna. En dan probeerde ik Bruna al te bellen. Maar Joost mag het weten. Ja. Want ik kan er niet uit. Nee, echt niet. Ik zit ook in mijn pyjama. Dus ja. Dat gaat het hem dus niet worden. Maar wat het hem wel gaat worden, dat is dat ik sowieso weer probeer om een vlog in elkaar te krijgen. We proberen van alles en nog wat. En zometeen even weer een snoepje. Lekker zacht voor mijn keel. En ik hoop gewoon ook voor mezelf en voor jullie en voor iedereen dat ik weer snel op mag knappen. Maar ja, dat is afwachten met astmatische bronchitis en cara. Ja, ik weet wat ik heb en ik doe er alles aan om weer gezond te worden. Ja, komt allemaal goed, zolang ik nog grapjes kan maken. Maar ja, dat deed ik ook omdat ik vol de geleerde corona had. Nou, toen voelde ik hetzelfde dan wat ik nu ook voel. Maar ik weet wat ik moet keer. En dat is niet corona, nee. Ja, man, het is gewoon, verkouden. Je wordt verkouden en bij mij blijft het eigenlijk langer vastzitten. En alles gaat pijn doen door het hoesten, et cetera. Dus ja. En je bent best lamlendig. Maar ik heb nooit van mijn levensdagen koorts. Ik heb 1 keer koorts gehad en toen kom ik ook nog eens een keer in het ziekenhuis leggen. Toen had ik een ontsteking aan mijn baarmoeder en mijn eierenstokken. Toen woonde ik nog thuis en toen had ik alleen nog maar koorts met een pijnaanval. Dan kroop ik helemaal in elkaar van de pijn. En dan had ik koorts, hele heftige koorts, over de 40 graden. Maar was de pijn weer weggeëpt, dan zakte dat ook weer weg en dan kon ik gewoon weer alles doen, weet je. Het waren echt pijnaanvallen. Maar ja, toen ben ik toch het ziekenhuis ingeraakt en toen kwam ik een maand lang aan een infuus te leggen. Een maand lang in het ziekenhuis. Weet je wat dat is voor een kind? Nou, dat is niet leuk. Ja, ik was nog kind, ik woonde nog thuis, dus ja, ben je nog een kind. Wel een volwassen kind, tenminste, volwassen, nee. Ik werkte al wel, ja. Maar in ieder geval, en ik had ook een relatie. Ja, met de vader van de oudste 3 kinderen van mij. Ook dat nog eens een keer. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga hier de boel even voor elkaar maken voor Sky, dat hij straks eventjes koekjes voor de dames kan halen. Kaas is bijna op en dat moet ik hebben. En ik moet hem zelf ook nog toespreken over de kaas, want wie neemt nou een half plakje kaas op zijn brood? Neem gewoon een hele plak. Ook al heeft die kaas in een goudpad gelegen qua prijs, neem een hele plak en niet een halfje.
Ja, ik ga toch niet halve dingen eten? Nee hoor, ik neem ook een hele plak, ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. En probeer met deze zieke knor ook een beetje te genieten. Ik zou zeggen, tot later. Nou, mijn meisje daar, oh, die legt er lekker op de bank, ja, ja. En die is weer bezig aan het harnissen. Ja, Rijka. Waarom ben jij aan het harnissen? Kiekeboe. Hé, hey. Kiekeboe. Lekker heb ik een kroene, hè? Ja. Ja. Maar ik laat jullie nog even wat zien. Ja, er staat een pan op de kachel. Daar zit nog ietsje beetje, klein beetje soep in. Niet veel meer, maar Sky die wou dat niet weggooien. Dus ja, hoe wat? Ik weet het niet, dat maakt Sky zelf maar schoon. Maar, en dat moet hij ook nog weggooien. Maar het is hier schoon. Ja, er staan wel kopjes en glaasjes, maar die glazen zijn van mij. En de rest zit in de vaat, wat is er die draait. Ja, dus dat heb ik allemaal gedaan. En dan ga ik straks even proberen met een vlog te beginnen. Ja, dat gaan we wel doen. Ik zal allemaal internet. Maar in ieder geval, dat ben ik zelf weer. Ik ga zo even een bakje koffie maken. Daar heb ik wel zin in. En dan zien we het wel weer. Ja, toch? Ja. En Sky, ja, die zou het een en ander voor mij doen, maar die moet mijn legitimatiebewijs mee hebben, want hij het eigen is die kwijt. Maar ja, hij zat ergens aan een bakje koffie en dan moet hij eerst weer hier naartoe om mijn paspoort op te halen, want hij moet even een pakketje halen bij Bruna. Moet nog steeds gedaan worden. En het is inmiddels 4:15 zowat. Ja, 4:12. Dus hij mag wel opschieten. Ja. Maar had de koffie bijna op, daar had hij een foto van gemaakt. Dus ja. Helemaal goed, dat zal zo opkomen, denk ik. En anders zal ik hem even achter zijn broek gaan zitten. Ja, hij schiet op, want anders hoeft het niet meer. Nee. Elwing, hou eens op. Ja. Potverdikkie. Ze zitten met het te harnissen. Word je lelijk van? Moet dat? Moet niet lelijk worden. Maar oké, okay, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie dag. Het zonnetje schijnt hier. Maar het is ook bewolkt en het waait nog steeds hard. Hoe hard, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik heb de deur op het kleine haakje. Niet op de kleinste, maar op de middelste. Zodat er geen dier naar buiten kan. Ja, en maar wel frisse lucht naar binnen. Lekker hoor. Ja, echt. Geniet ik van. Enkel nou wil ik, moet dat nog beter worden. Ja. Oh man. Ja, echt. Nou, komt wel goed voordat ik een oud kereltje ben. Ja toch? Ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, Sky is weer terug, die zit op de bank, ik zit hier. Dat wil zeggen dat ik hier een tas met boodschappen heb staan. Ook heb ik een pakketje. Nou, die gaan we daarom straks met jullie open doen. Misschien hoor ik toch dat Elwin te slobberen aan de waterbak. Ja, ga er maar door. Kom maar. Goed zo, ja. Oh, je draait weer even op. Maar je bent er altijd op, jij. Tenminste, nee, ja, dat is een doosje. Ik ben ook gewoon knap, vrouwtje. Kijk. We hebben voor de meisjes weer theebiscuit. We hebben weer 4 pakken kaas. We hebben zo'n pak snoepjes voor mijn kerel. En we hebben die er weer bij van Dr. Vogel. En 2 ginger ale. Dus ja, allemaal gezond spul voor mij. Ja, hopen dat we op knappen heen gaan. Maar dat weet je bij mij maar nooit. Ik voel me een dag goed en dan ineens zak ik als een pudding weer in elkaar. Ja toch? Ik ga dat eerst even lekker opruimen. En daarna kom ik terug voor dit. We zeggen tot zo. Ja, daar zijn we weer. Ja, zei ik toch. Ik had een pakketje. Nou, ik heb hem al opengemaakt. Dat is wat makkelijker. Anders zit je te moeilijk te doen.
Wat niet hoeft. Nou, dit is hem. Ik heb mijn hand erin. Ik weet wat erin zit. Ja. Huppata, daar blijven. Dat is dit dingetje. Hoe het 1, 2, 3 werkt, weet ik allemaal nog niet. Ik weet enkel dat dat ding automatisch werkt. En dat je zelfs Pokémon kan vangen, et cetera. Dus ja, ik moet dat aan Karin vragen. Karin die heeft er ook één. En nou heb ik er ook één. En dat is wel zo leuk. Ik kan hem geloof ik ook opladen. Jeetje, moet hij wel open willen. Jeetje, echt. Ja, daar komt hij. Nou, nou heb ik weer een doosje. Het blijven doosjes. 1, 2. Oh, man. Nou, wat zit hier al in? Een zakje. En daar trek ik weer wat uit. Maar wat? Oh, een touwtje. Een polsbandje. Wat moet je? Wat moet jij, Rijka? Nee, ga je alweer weg? Nou, dan maar. Nou, kom op. Er zit nog wat in, hoor. Ook geel. Oh, dat is een knijpertje. Die kun je aan je kleding doen. Kijk, zo. Is dat er gezien? Ja, en dan een polsbandje. Maar ja, in ieder geval. Dan heb ik nog in dat vakje wat. Jeetje. Oh, mijn ogen. Ja, ik heb van alles en nog wat. Zie je dat? Dat was een zakje en daar zit dit in. En dat is een snoertje. En met een bindertje eromheen. Zo. En dit is het snoertje. Dan gaat die kan natuurlijk in dat andere apparaat. En die gaat in de computer. Of in een stekker. Ja, dat gaat denk ik sneller dan in de computer. Met een stekker. Gewoon, ja. Stekkers heb ik wel. Nou, dan moet ik dat andere ding eruit zien te krijgen. Die zit er helemaal ook in vastgezield. Kanonnen. Kennen ze dat niet anders doen? Mijn hemel. Hero. Ja, zit er gewoon in vastgezield. Jongen, nog een toe. Nou ja, gezield. Nee, ik heb hem al. Ja, hij valt eruit. Kijk. Ik weet je, Maria, allemaal doodjes. Jongens, nog een toe. Nou, dat is, jullie weten. Koordje om je pols. Een knijpertje op je kleding. Een snoertje. En dan zit hij nog weer in een... Hoe het werkt? Nou, hier moet het koordje doorheen, door die gaatjes. Dat weten we wel. En je kunt klikken. Kijk. En daar kun je ook klikken. Maar hoe het verder werkt, daar is de USB-aansluiting aan 1 seconde. Misschien eerst even aan opladen. Ja, en daar zie ik trouwens twee gleufjes. De ene gleufje weet ik niet wat dat is. Maar hij zal toch sowieso eerst aan de opladen moeten. Nou ja, en... Oh, dit moet Joost... Oh, dat is magneet. Hoe werkt dat dan? Kijk, dat blijft hangen. Zie je dat? Dat blijft hangen. Nou, dan zal dat wel... Maar deze heeft geen magneet. Dat blijft niet hangen. Dus waar die dan voor dient, Joost mag het weten. Zit hier wat aan? Als magneet? Nee. Ja, dat. Ja, en dan? Dat vind ik... Ja, en dan waarschijnlijk aan uw... Ja. Als je weg bent, onderweg op de booster. Ja, en dan dat dingetje eraan. Ja, en dan dat... Dat gaat toch niet, dat vliesje. Oh ja. Denk ik, vermoed ik. Nou ja, we vragen dat wel aan Karin. Die heeft er ook? Ja, die heeft er alleen. Ja. Ja. Echt waar. Maar, ik ben altijd zo
klungelig om dat koordje er doorheen te krijgen. Dat krijg ik bijna nooit gedaan. Echt, dat vind ik zo vreselijk. Oh man. Ja, hij komt al. Kom. Doorgaan. En doorgaan. Ja, ik heb hem. Nou moet hij er wel doorheen willen. Dus, dat er doorheen. Ja, en dan aantrekken maar weer. Kijk, hij hangt. Gaan we het uitproberen ook. Ja, toch? Daar weer op. Kom naar mijn put. Mijn excuus. Rijder, kom dan. Ze willen niet. Je trekt hem er zo af, hoor. Ja, hier ook. Doe nog niks en hij gaat er al af. Ja, ik vind het link. Linkerzoep. Dan kun je hem nog beter aan je pols hangen of weet ik veel maar. Maar ja, we wachten er wel af. Kijken wat Karin zegt. Ja. Nou ja, doosje. En dan moet even naar de lader. Dus. Dan zullen we. En dan zal wel ook aan mijn mobiel gekoppeld moeten worden. Dat weet ik ook niet. Maar dat zal haast wel. En ik kan geen Engels lezen. Nee, maar Sky weer wel. Ja, Sky kan weer wel Engels. Haha. Dat dingetje. Hoe zit dit nou allemaal weer? Ik moet dat weer dicht doen. Moeke, ja. Ik ga even de hond uitlaten bij mij, ja? Ja, is goed. Oké, dan tot dadelijk. Tot dadelijk. Af nu. En ik of jou. Nou, ja, tot. Meisjes. Dat heen je, hè. Hij moet ook zijn eigen beestje uitlaten, .nl. Ja, toch? Vind ik van wel. Nou. Die is weer dicht. Kan die daar gewoon weer in. Ja, dat doe ik. Gewoon simpel, die plastic en allemaal weg. Denk ik. Oh jongens. En ik zit even goed met de deur open, hè. Ja. Echt waar. Dat kan een mens onlendig zijn, toch? Zo, nou, hij zit weer in elkaar. Bindertje heb ik extra. Nou ja, komt goed. Nou, dat kan weg. Hup. Nou ja, en dan... die moeten zelf dingen kunnen doen, deze. Maar hoe, weet ik nog niet. Maar hier heb ik het boekje. En dat is natuurlijk allemaal weer voor mij Acradabra. Ja, stekker, nou ja, die heb ik wel. Stekkers genoeg. Ja hoor. Maar ik weet niet of er Nederlands bij staat. En dat kan ik nou al sowieso al niet zien, want ik heb een zootje water in mijn ogen, dat wil je niet weten. Maar dat zal ik Sky wel vragen. Die kan Engels en daar ben ik blij mee, ja. Maar ja. Zelfs de sleutels. Ja, laat los. Zelfs een sleutelbos laat hij los. En dan moet je wel. Ja, ik weet niet hoor. Hij laat los die sleutels, dus dat werkt niet hoor. Dat is een heel klein magneetje. Ik denk dat je er eigenlijk niks aan hebt. Aan dat dingetje. Ja, nou ja. In ieder geval, dat zat er dus in. Leuk speeltje voor Pokémon-spelers. En ik ga het natuurlijk uiteraard ook proberen. Want anders heb ik het voor Jan met een korte achternaam gekocht. Hè? En dat moet me niet. Nee. Dus, ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En geniet een beetje mee. Ja, hier is de zieke boel weer van Corina en de beestenboel. Ja, jullie weten het, hè.
Maar ik ben niet alleen, nee, ik kreeg ziekenbezoek, ook dat nog. Ja, en van niemand anders dan van onze Mario. Hallo. Ja, daar ben ik wel weer blij mee, dus we hebben koffie gehad. Ja, en Sky die is weer even weg en die komt vanavond weer thuis met nog meer parketvloer. Dus ja, dat kunnen ze sjouwen. Ja, echt waar. En wat ben jij aan het doen? Op de telefoon. Ja, nee, ja, weet, ja, ik weet niet. Weet je niet? Kijken naar mijn schermpje. Moet ook een keertje kunnen. Kijken naar mijn schermpje. Moet ook een keer kunnen. Ja. Dus, maar ja, wij proberen, ja, en ik was bezig een video in elkaar te zetten, tenminste, dat moet nog. Ja, dat moet allemaal nog. En televisie kijken, met Yes to the Dress. Ja, dat vind ik een mooi programma. En dan krijg je daarna krijg je nog een programma, en dat is ook buitenlands, en dat is Jo en El. En dat zijn twee dames, die hebben ook een bruidsboutique voor een maatje meer. Nou ja, maatje meer. Tig maatjes meer. Ja, maar ook hebben die vrouwen een mooie bruidsjurk nodig. Toch of niet, Mario? Nou, zeker. Ja, iedereen heeft daar recht op. Nou, precies. Zo is dat. Dus zeg, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Zo, lieve vrienden, we zijn weer aangekomen om de dag af te gaan sluiten samen met jullie. Maar ja, het wou vanavond allemaal niet vlotten, want ik werd geterroriseerd door een vuile, vieze rotvlieg. Ja, om mijn hoofd en voor het beeldscherm. En waar ik ook heen ging, dat beest ging mij achterna. Niet leuk meer. Maar ook bij Rijka. Dat beestje zag de toevlucht al onder de eethoek. Alsof die vlieg daar niet kon komen, daar net zo goed. Behalve Elwing liet hij met rust, of zij, weet ik van wat die vlieg was. Maar ja, ook is Patrick geweest, want er is weer laminaat gebracht. Dat echt nou in de gang. Hebben ze met karretjes van de winkel gebracht. Maar in ieder geval, ik geloof dat morgen weer een lading komt. Ik weet het niet. Sky is onder bed. Patrick, die is naar zijn eigen huis. Ja. Ze hebben wel een relatie, maar ze mogen niet eens niet bij elkaar, hè? Nee. Mag van de gemeente niet. Omdat ja, de ene die heeft een uitkering van wat ik heb, Wajong, de andere heeft een uitkering van de gemeente. En die wordt dan sowieso gekort en het wordt ook eerst bevroren en dan krijgt hij geen loon. En dan moet je maar op één loontje met de twee leven, nou ja. Dat gaat allemaal niet. Strubbelingen, problemen krijg je dan, dus ja. En ik wil ze ook niet op straat hebben te staan, dus ik zeg, hier kom jij en de hond blijft daar. En de hond moet gewoon weg. Dus we zoeken nog een heel, heel goed huis voor dat beest. Het is geloof ik een rottweiler, prachtig beest. En hij moet ruimte hebben. En dat heb Patrick daar niet. Het is een klein kamertje boven de woonmar. Nou ja, een kamertje en ze slapen. Hoe zeg je dat? Hij slaapt, eet in één vertrek. Keuken, ja, dat zit er eigenlijk wel ook aan vast, maar dat gaat een hoekje om. En dan hebben ze nog een badkamer en een wc. Dat is het. Dus ja, slapen en wonen in één vertrek. Dat gaat niet. En dan had hij ook nog twee kooi met vogeltjes staan. Hij had geloof ik nog twee of drie katten, dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. En dan die hond. Maar ja, die hond die begint nou overal neer te poepen en te piezen. Nou, dat kan niet. Nee, dan gaat de hele boel toch eraan. Dus ja, er moet gewoon een goede huis komen. Een goede baas die dat beestje een gouden mantel wilt geven met veel ruimte. Het zij een boer of het zij een sloophandel, die heeft ook een groot terrein. Hebben ze gelijk een mooi hondje om te bewaken. Toch? Ja. Helemaal goed. Dus ja, denk erover na, degene die dit horen en geef het door dat nieuws. En dan hopelijk dat het beestje binnenkort een gouden mand mag krijgen. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles. En ga lekker slapen.
Jullie weten het ook allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg gewoon weer tot aan de andere kant van de nacht.